Hoe ging het verder met Theodor Bob Prinsel de Eerste? Jullie mogen Theo zeggen. Hij had al een drukke voormiddag gehad, dat weten jullie. En nu was het tijd voor de pauze, de siesta, de platte rust. Nanny Beenhaar koos ook die vrijdag twee boeken uit en ze bracht hem naar zijn slaapkamer. Ze zei alle dingen die ze moest zeggen. Geen lawaai, geen spelletjes. Ja hoor. Alles lezen, geen woorden overslaan. Ja hoor. Theo, schatje, is er iets? Waarom lach je zo? Nee hoor. Fijn, zo zijn aan die benen haar streng, dan zie ik je over 2 uur, de deur ging dicht. Theo wist, in de keuken dronk Nanny nog 1 kopje thee, dan trok ze haar jurk uit, geeuwde, ging op haar bedje liggen. Na 1 minuut sliep Nanny al en na 2 minuten snurkte ze. Knor, pieuw, knor, pieuw. Maar er was wel iets. Op zijn kamer ging Theo voor de spiegel staan en hij trok zijn nette hemd uit. Hij deed zijn oude schoenen aan, opende zachtjes het raam. En de boom stond voor het huis. O jongens, wat een boom was dat. En die boom die had een stam. O jongens, wat een stam was dat. En aan die stam daar kwam een tak. O jongens, wat een tak was dat. En aan die tak daar kwam een kind. O jongens, wat een kind was dat. Met grote passen holde Theo even later over grasveld in. Hij sprong als een kangoeroe over een vijvertje, wurmde zich tussen 2 dennen door. Hij volgde het slingerpaadje door het kikkergras en bij de 1-plankbrug ging zijn hart altijd sneller slaan. Hij voelde het bonzen tot in het puntje van zijn tong. Nog 30 meter door het hoge riet onder de scheve poorttoren en net als de eerste keer bleef Theo staan. Oh, de volgende keer zou er een foto van maken. Echt een muur gemaakt van dikke boomstammen, zeker 10 meter hoog. Het bordje hing er nog, oertijd. Ja, en die jonge Theo die heeft in zijn nieuwe buurt een verlaten pretpark ontdekt. Dat pretpark heet de Oertijd. Maar het bijzondere is, het is daar ook nog de Oertijd. Jammer, best gevaarlijk zijn. Voorzichtig, net als de dag ervoor, opende Theo het deurtje. Rechts zag je een glijbaan gemaakt van zwarte steen en rotsen. Daar had hij gisteren een tekening ontdekt, gemaakt met rood krijt, stelde een dino voor. Ja, een dino, dat weten jullie ook, hoe je een dino moet tekenen, heb je gisteren nog gezien. Of vanmorgen, of dadelijk. Heb je gezien hoe Mr. Melvin, de tekenaar van dit boek, hoe die een dino tekent. Moet je maar eens kijken naar het andere verhaal van Theo. Dat is niet voor nu, nu gaat het gewoon verder. Want Theo die wilde vandaag naar het reuzengat in de verte. Daarom liep hij even later door het halfhoge gras. Vlogen vlinders weg. De modder was de afdruk van een grote poot. Af en toe ritselde het gras en hoe! Op een lage heuvel stond hoe heette zo'n beest ook alweer? Je had ze ook in het zacht met van die platte poten. Oh ja, het was een sabeltandkonijn. Hallo, zei Theo. Sabeltandkonijn zei niks. Dat is logisch, want sabeltandkonijnen konden niet praten. Ja, nu weten wij heel goed dat sabeltandkonijnen niet zo populair zijn, niet zo populair als dino's. Maar wij weten er toch best veel van, of beter gezegd, Mr. Melvin, de tekenaar van dit boek, weet er best veel van. Die heeft speciaal voor dit verhaal onderzoek gedaan naar sabeltandkonijnen. Sabeltandkonijnen, die konden wel 2 meter groot worden. En ze leefden vooral in het midden van West-Europa. Ze hadden grote oren die ze helemaal konden ronddraaien. Ze hadden ogen, maar onderzoekers denken dat sabeltandkonijnen niet zo goed konden kijken. Ze eigenlijk een bril nodig hadden, maar er waren nog geen brillen. Dus ja, ze hadden geen bril, maar eigenlijk feitelijk. Hè? Ja, ze hadden ook sterke poten. Grote, sterke poten. Wetenschappers denken dat als een sabeltandkonijn, als die op zijn aller snelst liep,
dan kon die wel 160 per uur man. Ja. Wat weet ik nog? Ah, sabeltandkonijnen, die waren waarschijnlijk lichtbruin of lichtgrijs van kleur. Dat weten we niet helemaal zeker. Wat weet ik nog? Ah, nou ja, ze kregen elk jaar 2 sabeltandkonijntjes. Nu mag je niet gaan denken dat sabeltandkonijnen altijd lief en schattig waren. Nee, we denken dat sabeltandkonijnen het leuk vonden om te bijten. Ja, niet om op te eten, maar dat ze het leuk vonden om af en toe te bijten. Ja, niet zo voor de lol. Zo, even hap in iemand. En dan en nog, liefst beten ze in jongens. Ja. Zo, nu weten jullie genoeg over sabeltandkonijnen. Kunnen we een beetje verder vertellen. Theo werd opeens in zijn zij geprikt. Verbaasd keek hij opzij. Het was een meisje met een speer in haar handen. Hup, zei ze, loop maar snel door voordat sabeltandkonijn jou gaat bijten. Theo deed maar wat het meisje vroeg. Iets verderop bij de brug vroeg ze, ben jij ook een ruigtaler? Wat? Ben jij ook een ruigtaler, vroeg het meisje. Een ruigtaler van de stam van de ruigtalers, zoals ik. Nee, zei Theo, dat denk ik niet. Dat dacht ik al, zei het meisje. Dan heb je pech, dan moet ik je opeten, vroeg Theo met een dun stemmetje. Het meisje schudde haar hoofd. Nee, het opeten is meer iets voor de krachtkaken. Wij, van de stam van de ruigtalers, wij zoenen alleen maar. Oeh, zei Theo, dat kan ik niet zo goed. Oh, geeft niet, zei het meisje. Dan moet je oefenen. En ze trok haar mond al scheef. Theo zette snel een stapje terug. Oh, maar ik moet naar huis. Het meisje zuchtte zoals alleen meisjes kunnen zuchten. Je weet toch, zei ze, dat deze plek geheim is. Verboden. Niemand mag het weten. Vooral je ouders niet. Oké, zei Theo. Kom je nog eens terug, vroeg het meisje. Misschien, zei Theo, als ik mag, als ik durf. Het meisje kneep 1 oog dicht. Ik kom jou wel halen, zei ze. Geen 10 minuten later opende Nanny de deur van Theo's slaapkamer. De jongen zat rustig op de rand van zijn bed. Is het al tijd, vroeg hij, en hij sloeg zijn boek dicht. Nanny fronste, haar blik ging van het openstaande raam naar Theo's rode wangen. Heb je het zo warm, jongen? Boah, heb je weer op je bed staan springen? 1 keertje maar, zei Theo. Nanny grijnsde en Theo wist al wat ze zou gaan zeggen. Waar ben jij toch een vreemd jongetje? 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 Ben jij toch een vreemd, met dit vreemde jongetje, eindigt dit stuk van het verhaal. Dag.